Dit is de eerste aflevering van Discovering History. En vandaag gaan we kijken of we sporen kunnen vinden van de stelling en eventueel achtergebleven voorwerpen. Het is 1943 als door de Duitsers een vluchtmeldepost wordt ingericht tegen de Ringdijk van de Weidewormer. De stelling bestond uit een houten platform voor de opstelling van het luchtafweergeschut. Een zoeklicht, troepenonderkomens en een opstelling voor een 20 mm Oerlikon luchtdoelkanon. In de troepenonderkomens was ook een aggregaat gevestigd voor het zoeklicht. In de onderdijk was tevens een schuilbunker aangelegd van betonblokken. Van daaruit kon men ook in de Tolbroekbunker komen om de dijk te bereiken. De vluchtmeldepost werd gedurende de oorlog bemand door een aantal oudere soldaten en onderofficieren. Bij een detectieonderzoek door het duik- en demonteercommando van de Koninklijke Marine in opdracht van Waterschap Leemster werd op de sonar een 3,5 meter lang stalen voorwerp gedetecteerd. Mogelijk is dit het 20 mm Oerlikon luchtdoelkanon die door de Duitse troepen in de ringvaart gedumpt is. Nou, we zijn momenteel aan het zoeken. Zoals je ziet, hier is het een stuk van een dijk. En hier heb je een beetje een ophoging. Schijnbaar heeft hier een kanon afweergeschut gestaan. En hier een onderkomen van manschappen. En zelfs ook een toilet. We hebben even gezocht vandaag als proef, want ze zijn nog aan het grasmaaien en dergelijke. En we hebben een 9 mm patroon gevonden. Ik denk dat die wel Tweede Wereldoorlog is. Stukken aluminium, heel veel blikjes. En nog wat andere onduidelijke voorwerpen die we gaan schoonmaken. En die zullen we aan dit filmpje toevoegen uiteindelijk. Dus see you later. En dit gebeurt natuurlijk ook vaak. Een blikje, een lipje. Dus nou, zo ook weer weg. Nee. Nou, omdat ik weet dat jij blik verzamelt, mag jij het blik. ja, alles gaat netjes mee. Zoals dit graaf ik eigenlijk altijd op alles, omdat je nooit weet wat hier allemaal is achtergelaten. Het kunnen conserveblikken zijn, allerlei soorten afval, dicht bij een bunker.
is wel een zakmes, denk ik. Ja. Ja. Ja, dat kan zomaar oud zijn. Hoeft niet, maar of scheermes lijkt het zelfs. Dat zou ook kunnen, ja. Nou, die maken we schoon. Ik denk dat dit wel eens wat interessant zou kunnen zijn. Wat kopers van jou, denk ik. En het is eruit. Het is altijd handig. En jouw. Hey. Lijkt mij. Een Duitse patroon, ja. Nou. Mooi. Bewijs. Twee stukje bewijs. Heel mooi. Altijd mooi als je al dat het in de kluis zit. Dan weet je in ieder geval dat je, oh, je ziet al niet dieper hoeft. Nee, schelp. Dat was het niet. Ja, zonde man. Mensen gooien zoveel rotzooi weg in de natuur. En dat ruimen we op. Echt een mooi signaal af. 76, dat kan natuurlijk van alles zijn, maar we hopen natuurlijk op een mooie vondst. Ik nog in het gat zelfs. Pinpoint er niet mee genomen, is wel handig. Lood. Ja, dat vind je hier heel vaak. Voor de loodbak. En slecht voor het vee. Dus die nemen we mee. Ja. Zo is hier nog een stuk. Wat is dit? Oh, de schelp. Nou, en netjes alles terug. En deze nemen we dan mee. Het zou wel eens de kop van een steelhandgranaat kunnen zijn. Het zou wel. Ik weet niet wat het is, maar. Of niet. Ik moet wel even foto's erbij hebben. Nou, Ton, het was vandaag een leuke dag. We hebben een beetje proef gedraaid hier op het, op het dijkje. Waar een bunker heeft gestaan, een stuk afweergeschut, luchtafweergeschut. En nou, eigenlijk hebben we twee voorwerpen gevonden waarvan we zeker zijn dat het in ieder geval Duits is, Tweede Wereldoorlog. Dat zijn twee hulzen, eentje van een K98, dat is een Duits grendelgeweer, en van een pistool, een 9mm. Dus nou, daar zijn we erg blij mee. Dus we hebben vast op hazen geschoten, want zoals je ziet, ja, het is niet veel. Je zal hier toch zitten. Je bent heel ver van de supermarkt af, dus je krijgt hier wel honger als je niet Je krijgt hier zeker honger, maar goed. Dus dan wordt hazen op de barbecue. Ja. Maar we gaan zeker nog een keertje terugkomen. Zoals je ziet, er ligt er ook ontiegelijk veel gras nog. En dit was meer om een beetje te kijken van of we eventueel kans hadden om sporen te kunnen vinden. Dus ik zou zeggen, volg ons, abonneer je en nou, tot de volgende keer. Tot het volgende filmpje. Doei doei. Succes. Succes.